Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft gisteravond van gedachten gewisseld met de buschauffeurs en busvergunninghouders. Het doel was om verder invulling te geven aan de ordening van het openbaar vervoer. Vergunninghouder en buschauffeur Fink Wolk wees op het aladol uitgeven van busvergunningen door het ministerie. Volgens hem was afgesproken dat het ministerie zelf geen vergunningen meer zou uitgeven of dat in samenspraak met de PLO zou doen. Maar we zien dagelijks nog steeds vergunningen uitkomen. Het kan zijn dat het vergunningen zijn die bij TCT lagen of nieuwe vergunningen, ik weet het niet, maar we zien steeds bussen komen op de lijnen. We zijn al een tijdje bezig, maar ik heb nog steeds niets kunnen zien wat ordening betekent. Het enige wat ik meemaak, dat je af en toe 2-3 dagen op de lijnen een controle hebt van vergunningen en geluidsinstallaties en noem maar op. Maar ordening is iets dat u beleid erop moet losgooien. En als ik dat zeg, dan is het niet alleen maar kijken, windowfilms laten verwijderen, boksen en dat soort dingen. Ik heb nog nooit of nog steeds dan 1 bushalte zien plaatsen op de trajecten. Ook de bushouders en chauffeurs lieten zich niet onbetuigd. Ze maakten de directeur Transport en Communicatie Joyce Blokland duidelijk dat het niet goed gaat in de sector. Van het niet tijdig uitbetalen van de subsidie tot de pendelbussen van Para die de kaas van het brood eten van de chauffeurs op de route Paramaribo onverwacht. Blokland gaf aan dat sinds het aantreden van minister Jerry Miranda er geprobeerd wordt om de scheefgroei in het openbaar busvervoer recht te trekken. We weten dat in 2015 een heleboel vergunningen zijn uitgegeven. Nu zitten we met de gebakken peren. U geeft het aan. En daarom zijn we bezig met die ordening. U kunt doorgaan. Oké. Ik begrijp aan de ene kant, maar dit horen we elk jaar ook bij elke regering. Iedere keer weer, wat los je op? Wat is er zo dat die vergunningen nog niet af kunnen? Eén, als je op de route reed, als je een nieuwe vergunning gaat uitgeven, moet er eerst een degelijk onderzoek gedaan worden. Hoeveel mensen maken daar gebruik van de vergunningen? Als ik ook kijk bijvoorbeeld Tamkas, er is 1 Lantibus. Hoeveel gaat die bus kunnen rijden ten opzichte van die andere Kasaba-Olebussen die er zijn? Wij investeren met de bedoeling om winsten te maken. Als je een bedrijf hebt opgezet, als je in jaar 1 10 klanten hebt, is dat de bedoeling dat je de volgende jaren je klantenbestand gaat moeten verruimen. Het moet meer gaan worden. En mi misasani dat de probleem zou abi de san no taki lekfa be mustaki. En ik heb geluisterd naar een ieder, maar daarom ben ik ook gekomen vandaag. Dat is dus bushouder Suraj Sahadu Lal, buschauffeur Redmond en daarvoor zag hij Joyce Blokland, directeur van Transport en Communicatie van het ministerie van OETNC. Ze spraken gisteravond in het CLO-gebouw tijdens een sessie met de buschauffeurs en vergunninghouders. Het doel was om van gedachten te wisselen over de ordening van het openbaar vervoer.